Ik heb net getraind met Denise Kielholz, een vechter uit onze Togo. Hij heeft de laatste wedstrijd onder onze vleugels heel goed gepresteerd. Heeft gewonnen, heel mooi. En ja, op naar de volgende wedstrijd. Dus. Ja, het evenement in China. Ik vind het niet echt een heel erg geweldige kaart. Het is niet een evenementje waar ik chips en kolen voor in huis haal. We moeten wel een beetje update blijven. Ik vind Weili Zhang een goede kickboxer. Ze beweegt goed in en uit. Laat haar handjes lekker lopen. Nou vind ik, moet ik er ook bij zeggen dat ik niet vind dat ze heel veel tegenstand heeft gehad. Ze heeft er niet echt een keertje heel diep voor moeten gaan. Dus ja, is Andrade dan te hoog gegrepen? Ja, ik weet het niet. Ze zal wel iets dieper moeten graven. Dus ze mag zich nu bewijzen op dit evenement. Het is voor haar een thuiswedstrijd. Dus dat is misschien voor haar wel een prettig gevoel. Maar we zullen het zien. Maar het is gewoon, het gevecht moet eerst gevochten worden. Hè. Ook hoe Andrade aan de titel is gekomen, het is heel moeilijk om voorspellingen te doen. Iedereen dacht ook van die partij dat ze dat nooit zou winnen. En ja, toen won ze ook heel verrassend. Dus dat kan bij deze misschien wel eens hetzelfde zo zijn. Ik vind het moeilijk om dat te zeggen. Je legt het dubbeltje op zijn kant en je weet nooit welke kant het opvalt. Loop je erop, loop je erop. En dat kan bij deze wedstrijd idem dito zo zijn. Kijk, als Andrade haar tegenstander onderschat. En Andrade wordt door de mensen overschat. Ja, je moet het eerst maar even waarmaken. Dus kijk, als zij als een dolle stier naar voren rent om het te grijpen of om een stotencombinatie te gooien. Ja, en jij loopt net even op het pitje, ja, dan ben je weg. Dus ik vind het. Ik denk dat het wel Andrade wel de betere vechter is in deze. Maar ja, we moeten het nog maar zien. Kijk, in het evenement zit natuurlijk ook met een tijdverschil. Het is 12 uur 's middags, dus dan is het een beetje oncomfortabele tijd om in Amerika te kijken. Dus het Amerikaanse publiek hebben ze niet op de banken hiermee. Dus dat is misschien ook wel een van de redenen dat ze daar niet hele zware kalibers hebben neergezet. Hè. Zware kalibers moet je ook weer ophoesten. Dan wil je ook graag dat er wat mensen naar kijken. Dus dat is misschien ook de reden dat ze de kaart niet heel erg spectaculair gevuld hebben. Je ziet het ook bij de evenementen in Japan, hè, of andere landen waar het tijdsverschil enorm mee is. Vaak zijn het altijd wel goede evenementen, hè, want ik vind dat er geen drollen en geen koekenbakkers in de UFC vechten. Dus, maar ik denk dat dat ook misschien een reden is dat het geen zware kaliberkaart is. Kijk, het is natuurlijk in China en dat is natuurlijk een grote markt ja, die zij ook een beetje proberen te veroveren. Kijk, ze hebben er een paar een paar Chinese vechters opstaan die mij eigenlijk helemaal geen wortel zeggen. Maar ja, het publiek moet toch een beetje een held krijgen. Dus ik denk dat ze het zo een beetje rustig proberen te brengen, het evenement. Om het, ook het publiek een beetje kennis te laten maken met het MMA. En dan denk ik dat het in China wel heel groot kan worden. In China worden al MMA-evenementjes georganiseerd, kickboksen. Ze zijn bereid om te betalen in China. Er zit daar veel geld. Dus ik denk dat een beetje de insteek is van dit evenement. Ja, kijk, het is toch een kung fu volk, hè? De Kwai Chang Kane, dat is voor de oudere kijker. Kung fu, het is toch een martial arts land. Dus ja, martial arts zal daar met welke vorm van martial arts dan ook zal daar gewoon omarmd worden. Dus ook het MMA, dat weet ik zeker. Sier Islam. Ik zag Islam, die heb ik gezien in Praag, heb ik gezien, daar waar Stefan vocht. En daar won hij zijn wedstrijd op punten. Maar ik vond het niet echt een hele spectaculaire wedstrijd. Niet om te zeggen geen vlees, geen vis. Maar ik vond het niet een hele spectaculaire wedstrijd. Dus ik vind het een beetje moeilijk te zeggen of ik deze man hoog in moet schatten. De laatste wedstrijd die hij verloren heeft, vond ik ook niet heel erg geweldig, om heel eerlijk te zijn. Dus ik denk dat dit gewoon een hele lekkere, prettige tegenstander is voor Sierra. Dus ik denk dat Sia hier gewoon lekker mee kan knokken met die man. Dus wat dat betreft vind ik het gewoon een goede match. De beide mannen komen uit de verliespartij. Hè. Het is toch bij de UFC is het zo, als je er twee verliest achter elkaar, zit je in de gevarenzone. Dus de beide mannen zullen een teentje bij moeten zetten om in de safe zone te blijven. Sia, knok hem ervoor. Sla maar in elkaar. Ik heb ervaren, tussen de 30 en de 36 zat ik echt op de kracht van mijn leven met het MMA. Ik heb toen de meeste wedstrijden gevochten en ook eigenlijk wel de hardste en de bloederigste wedstrijden.
Dus wat dat betreft zit Ciar in de kracht van zijn leven. Dus denk ik dat hij best wel een tijdje mee zou kunnen. Ja, en het blessureleed. Ja, het overkomt je. Dat heb je niet echt in de hand. Hè. Daar loop je letterlijk en figuurlijk tegenaan. En op zich vind ik dat hij er goed mee deelt. Want hij staat er nu toch weer. Dus het is, wat dat betreft is de gunfactor. Ik ken hem ook. Ik vind hem een hele aardige, fijne gozer. Dus wat dat betreft is de gunfactor bij mij heel erg hoog bij hem. Dus ik hoop dat hij Islam gewoon in elkaar slaat. Ja, en mensen hebben het, hij kan nooit meer kampioen worden. Ja, what the fuck, weet je wel. Ik bedoel, ik heb ook heel veel wedstrijden gewoon verloren. En het kan gewoon ook een liefhebber zijn, weet je. Ik heb dit nog nooit van hem gehoord, maar hij kan het misschien ook gewoon leuk vinden om te doen. Er zijn ook mensen die dit gewoon nog leuk vinden, deze sport. En je staat toch op het grootste podium ter wereld. Nou, je pakt er nog een patiënt mee ook, weet je wel. Dan is het gewoon ook heel moeilijk om nee te zeggen. En als je dan ook nog heel erg van de sport houdt. Ja, nou, what the fuck dat je geen kampioen wordt. Ja, en misschien wordt hij het ook wel. Who knows? De wonderen zijn de wereld er niet uit. Ja, ik denk, Til stapt in een andere gewichtsdivisie. En ik denk dat hij daar niet heel erg slecht aan doet. Ik bedoel, de gewichtsdivisie waar hij uitkwam... is gewoon een enorme goede divisie. Daar hebben we het laatst al over gehad. Er zitten gewoon echt monsters zitten erin. Ook vriend Colby. Vind ik dat geen monster, maar eerder een drol. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Dus ik denk dat hij daar wel goed aan doet. Ga maar even kijken of je daar... ga maar niet even kijken. Dat vind ik dan weer lullig om te zeggen. Maar waarom niet? Je ziet het wel vaker met vechters in de UFC. Dat ze een overstap maken naar het zwaargewicht of een gewichtklasje lager of een gewichtklasse hoger. Je ziet het best wel veel vechters doen op het moment. Dus hoe knows, ga je geluk daar maar beproeven. Castellum, top 3. Gewoon een heel goede jongen. En kijk, als hij daarmee begint. Aan de andere kant, het is een gokje. Maar aan de andere kant, als je hem neerslaat of als je wint, dan staat hij er wel in één keer. Hij kan ook eerst 5 drollen aanpakken. En daar kan je ook van verliezen. Want wat ik net al zeg, er zit niet echt een koekenbakker in de UFC. Dan kan je er ook tegen oplopen. Dus of je er ook tegen oploopt... tegen Kerstelum of een andere, weet je wel, we zullen zien. Ik heb in ieder geval respect voor dat de man het doet en de man het waagt. De wedstrijd moet maar gevochten worden, hè. Het dubbeltje kan beide kanten oprollen. En ik heb wel vaker bij wedstrijden gezien dat de kaarten geschud waren, dat Pietje Jaapie makkelijk zou verslaan. En uiteindelijk dat hij in de eerste ronde of de tweede ronde gewoon zwaar op zijn rug naar, als een vis op het droge naar adem lag te happen. Dus misschien kan dat ook bij deze wedstrijd gebeuren. Dit is wel weer een wedstrijd voor chips en cola. And take accountability and take responsibility, and I owe it to the people that have been supporting me. I owe it to my mother, my father, my family. I owe it to the people who trained me in martial arts. That's not who I am. Ja, en dan het interview van Conor McGregor, net die excuus aanbiedt omdat hij die oude man aan de bar neer. Hij sloeg hem niet eens neer trouwens. Hij gaf hem alleen een stop. Hij kreeg hem niet eens neer. Nou, hij werd ook weggetrokken. Gelukkig maar. Ja, en dan biedt hij daar een hele klaagzang en zijn excuus aan. Ik bedoel, we hebben het steekwagenincidentje hebben we ook nog in ons, heb ik ook nog vers in mijn geheugen. Dat hij op beide handen naar de rechter loopt en met zijn kin in de lucht van kijk mij eens, niemand doet me wat. Ik bedoel, daar heeft hij ook zijn excuus voor aangeboden. Weet je, in hoeverre moet ik zijn excuus serieus nemen? Ja, ik vind deze man gewoon een tokkie. En zwak begaafde wil ik niet zeggen, want zo goed ken ik hem niet. Maar ik bedoel, als jij dit soort dingen flikt, dan val je bij mij wel onder de categorie zwakbegaafd eigenlijk. Ik neem dat excuus helemaal voor geen meter serieus. Kijk, de man is een boegbeeld van de UFC, hè. Zo is hij gebracht. De mensen die hebben op een voetstuk gezet, hè. Zo wordt er ook naar hem gekeken. En dan misdraag je je zo. Dus dan ben jij het voorbeeld van de kinderen die tegen jou opkijken, of de fans die tegen je opkijken, ben jij het voorbeeld. Ga je een oude man neer proberen te slaan, omdat hij je slechte whisky niet wil zuipen. Je prakt een steekwagentje door een bus heen waar je nog iemand mee verwondt. Ja, is dit een simpele PR, die interview? Kijk, hij moet natuurlijk toch wat zeggen naar de fans, weet je wel. Je slaat daar een oude man die nooit van jou had kunnen winnen. Die sla je dan om de reden dat hij jouw bocht niet wil zuipen. Dus ik denk niet dat het een PR-stunt is. Hij moet in ieder geval wel enigszins zichzelf weer een beetje lief verkopen. Dus ja, wat dat betreft is het wel inderdaad een PR-dingetje, weet je, om weer serieus genomen te worden. Want ik denk dat er echt nog wel meer mensen zijn die zoals ik denken over deze man.
Dus ja, ik denk dat hij het eerder een beetje gedaan heeft om uit de gevarenzone te komen. Ja, zou ik hem graag wel een keertje, ik zou hem wel een keertje graag terug willen zien om op zijn bek te laten gaan. En de man die ik het gun en gewoon geweldig vind om naar te kijken, dat is Diaz. Dus ik zou hem graag wel een keertje tegen Diaz willen zien. En dan hoop ik dat Diaz hem zwaar mishandelt. En zo'n honden zijn man terugstuurt. Ja, en dan zeggen ze wel van ja, Bob, goh, wat is hij netjes nu, weet je wel. Ik heb veel wedstrijden van nu dat hij ook wel eens een kopstootje liet lopen of een vingertje in de oog waar hij niet hoorde. Oh, maar ik vind dat je je voor en na de wedstrijd gewoon moet gedragen. En dat heb ik ook altijd gedaan. Ik heb een keer een wedstrijd gehad en moest tegen een hele beide handen tegenstander. En die ging helemaal zo met zijn neus tegen me aanstaan en zo duwen zo. En ik had de promotor had ik al gewaarschuwd van luister, want ik wist dat hij zich wel eens zo Conor McGregoriaans gedroeg. Alleen bestond McGregor toen poepte die zijn luier nog vol. maar die heb ik een koppert gegeven en de wedstrijd is nooit gekomen. Dus ik vind dat je je voor en na de wedstrijd gewoon moet gedragen. Zo niet, nou, dan kan je gewoon wat oplopen. Wat ik ook zie, hè, dat bijvoorbeeld toen met die gordel, dat Conor McGregor toen die gordel afpakte van Aldo, weet je wel. Nou, Dana White zat ertussen, ik had er echt overheen gehangen. Hier aanpakken, gedraag je, stuk schorm. Ja, zo heb ik er eigenlijk altijd ingestaan. Ja, goed, als jullie dat eens een keer een koppertje of een vingertje hebben gezien, het spijt me.